DAZN. Ja, dat kan misschien sowieso nog. Welkom in Leuven, welkom in het King Power at den Dreef Stadion. En het bezoek van Club Brugge is altijd wel een hoogdag voor OH Leuven. Bij Club Sabbe voor de geblesseerde Seis. En dan hebben we drie wissels, Akimoto, Ominami en drie die in het elftal komen voor wat je net al hoorde bij... Absoluut het overzicht en hij voelt gewoon de bal juist. Dus iemand waar er is hier in Leuven nog wel wat... plezier gaan van hebben. En zijn eerste taak was een blok zetten bij Hans van Aken, die helemaal diep wilde gaan op de linkerkant. Goed rondom zich keek en telkens goed inspeelde. Echt een goed aanspeelpunt. En nu mag hij draaien en schieten, maar het schot is een beetje zwak. Bal een beetje onder zich had. Ballenjongen heeft opgetreden in Europese wedstrijden van club. Het is hem niet in dank afgenomen door Franzouzi opnieuw. Hier vanaf links is hier even blijven kamperen. Ja, is Skovolse en Sabbe kwijt. En dan is er Brandon Mechelen to the rescue. En dat was nodig. Goed aangeboden van Yashari. Ja, dat doet hij vaak gewoon heel goed. En dit is een moeilijke controle van Akimoto. Vermand met links. Geen verkeerde afwerking, maar de redding van Tobeleis. Toch nog binnengebleven die bal. Kurutsai. Nee. Laten we er maar mee stoppen. Zelfs voor het einde van 45 minuten. Is de klok nu te laat begonnen? Of heeft de scheidsrechter... Dat heb ik nog nooit. Wordt hier... Ikwemesi. Oeh, dat was nog snoeihard naar de korte hoek. Goeie redding van Simon Mignolet, die was nodig. Ja. Wel ver naast. Solis. Beide nummers 8 daar. Niets verkeerd dat afleggen. Niet verkeerd en afgeweken en binnen. Club Brugge komt op voorsprong met een gelukje. Skovolse. En hij zal dat doelpunt wel krijgen, want zijn schot zal ook wellicht binnen de palen zijn geweest. Lijkt het wel. Ominami was de man, denk ik, die de bal devieerde in eigen goal. Het is heel ongelukkig voor Leuven. Die goal kon toch een beetje uit de lucht vallen. Tobeleijzen kansloos natuurlijk. Eens kijken. Ja, kan je niks aan doen. Hier Sol is met de goede aanname dan de actie. Tot bij Van Aken die de ballen goed afschermt. En die... Schrijvers, daar misschien. Of Ominami. Mitrovic en daar inkomend en erover via Schrijvers. Goh, daar kwam Kurutsai af. Zeer actief. Enorme werkethiek, zo lijkt het. En Hans van Aken mocht toch weer vrij koppen. Dan moet je toch... altijd proberen vermijden als Van Aken op de standaard situaties. U kan stemmen voor uw man van de wedstrijd. Biron. Manzouzi. Nee. Jougla. Mooi van Van Aken. Ja, dit is ook goed. Ja, ja, en in balbezit blijven, dat is het belangrijkste. Uitstekende bal ook van Meijer, maar Akimoto. Ah, net niet, uiteindelijk toch nog de Kuiper. Veel ruimte aan de rechterkant, maar het kan naar Yashari. De benen net op tijd dicht, Tobeleijs. Is heel correct allemaal geweest. Leuven is de ploeg met de meeste overtredingen in principe. Tot nu toe. Manzouzi. Hij gaat een foute keuze maken. Of niet. Oh, Mignolet, wat een redding. Wat een redding van Mignolet. En Manzouzi ligt er nog. Misschien toch maar rechts staan. Van Leuven. Ja, zo veel scheelt het niet, hè? Ja, maar als je het zo ziet, is 1-1 gewoon een terechte uitslag. Niet de 0-1. Maar de officiële score telt. En in het aantal gemaakte doelpunten is het gewoon 0-1. En Club Brugge opnieuw met de nodige moeite en zonder al te veel overtuiging een uitzegen te pakken, zoals het in Westerlo ook het geval was. En Talbi heeft hier zelfs de kans op een tweede. Leijsen.
niet meedogenloos uitgehaald van Shamsin. Nee, de controle was niet 100%. Zal het voorbij zijn? Meijer voor Van Aken. Daar is het einde van de wedstrijd. En daar is 0-1 de eindstand voor Club Brugge. En 3 nieuwe punten. Zo blijven ze in elk geval in die top 3 hangen. De leider morgen, Racing Genk tegen Antwerp. Slotwoord, Wesley. Het is een geluk.